stormend peloton van zo'n 80 renners mogen verwachten. Het wordt uitkijken in die flauwe bocht en dat de chicane naar onze rechterlijn, naar onze zone van de waarheid, waar we de laureaat. Oh nee, iedereen heeft zich ontdoen. Kan dat? Jonas en onze pijkenwinnaar, voilà. Proficiat, nummer 41 voor een sportende peloton. Winnaar hiervan, de openingswedstrijd in nummer 41, Jonas Akket. Hij wist zich liefjes te ontdoen van een spurtende, compacte groep. En wist hier de zegenbloemen en de winst in ontvangst te nemen. Jonas Akket, nummer 41. Glansrijk winnaar, voorsprongwinnaar, weliswaar met een lichte boni op een spurtend peloton, waarvan we niet meteen gezien hebben wie die won. We gaan even uitkijken naar de uitslag. Maar Jonas Akket, prachtige winnaar. Jonas Akket, die redder of missie gespeeld heeft in die laatste ronde. Alles op alles, alle jus uit de benen, uit de kuiten heeft geperst. En hier met lichte voorsprong wist te winnen in Moen. De openingswedstrijd van het Landelijk Wielerunie. Ook voor deze renners die nu over de finish komen. Einde wedstrijd. Bedankt voor jullie komst. Jonas Akket wordt hier verwacht als de glansrijke eclatante winnaar. Pontificaal met een machtsnummertje in die slotronde. Zich ontdoen van een jagend peloton waarvan we niet meteen weten wie de spurt won. We kijken uit naar de uitslag die straks zal opgemaakt worden. Maar hoe dan ook. Met Jonas Akket hebben we een prachtige winnaar. Misschien wel een beetje verrassend, maar hoe dan ook. Iba. Hij verdient het voor zijn moed en zelfopoffering in die laatste ronde. Hij moet dan toch nog genoeg energie in de bank hebben gehad om op kruissnelheid naar de aankomst te fietsen. Winnaar van de A-reeks. Jij mag tot aan de micro komen om hier uw wedstrijdverhaal te doen. Pas op, renners, niet te rokeren. Dat is verboden, want alle renners zijn nog niet over de aankomstlijn gepasseerd.